Zita, hoe gaat het met je? Ja, het gaat op zich wel goed. Ik heb nog wel een beetje last. Ik heb twee klappertjes gemaakt. De eerste was op mijn achterhoofd en daar ben ik heel erg van geschrokken. Dus ik heb best wel lang erover gedaan om mijn angst te overwinnen. En dat is mentaal wel echt een worsteling geweest. En toen ging ik weer keihard op mijn hoofd, waarbij mijn helm afvloog ook nog eens. Dus ja, het is voor mij echt wel een pittig avontuur geworden. Hele grote uitdaging. En wat verwacht je van vanavond? Ja, nou, vanavond gaat het voor ons gebeuren. En als ik al voor mezelf spreek, dan het kan zijn dat ik een opleving krijg en dat ik ga. Maar mijn lichaam zegt andere dingen, snap je? Het is heel erg dubbel, want ik wil heel graag. En het voelt zo vervelend, want de eerste week ging ik al... Ja, eigenlijk de eerste dag ging ik al van de 15 af en het voelde zo te gek en ik ging hartstikke goed. Dus ik heb gewoon heel veel pech gehad. En daar zit ik wel mee. Dus het is een echte worsteling met mezelf, wel of niet, snap je? Maar er zit zoveel angst in mijn lijf. Dus ik zit echt in dubio. Van moet ik naar mijn verstand luisteren en het niet doen? Maar buiten dat zit het in mijn nek ook nog niet helemaal goed. Dus ja, dat is een beetje het... Kloterig gedaan. Ik ben hartstikke trots op iedereen, want wat doen ze het goed. En het is ook niet niks. Je staat daar bovenaan en iedereen is angstig en is bang om te gaan. Want ja, weet je, als je eenmaal gaat, kan je niet meer terug. Dus wat we doen is heel heftig en heel pittig. Ja, want hoe bijzonder is dat? Iemand anders traint daar jaren voor. Hoe vind je dat? Ja, het is natuurlijk heel erg bijzonder wat we doen. En niet zonder risico, daar ben ik eerlijk in. Maar veiligheid staat wel voorop. En daarbij hebben we natuurlijk twee goede trainers die uiteindelijk zeggen van... Nou, weet je, je kan het beter niet doen of je kan het. En daar moet je dan ook op vertrouwen. Dus wat dat betreft gaat het allemaal heel erg veilig. Maar ja, dan nog, weet je, je ziet het. Het is best hoog, je kan altijd vallen en dan kan je lelijk vallen. Ik ben het bewijs daarvan. Ik heb gevoeld dat het ook echt wel mis kan gaan. Dat je lelijk kan vallen en met die skis die niet uitgaan. Maar gelukkig gaat iedereen heel erg goed en ik ben super trots op iedereen. Dankjewel. Alsjeblieft. Vliegende Hollanders, Sterren van de Schans, volg op website De Daan, de site voor jou.